Met allemaal bladzijden. Het zit aan één kant vast. Is het een leuk boek? Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb het nog niet uit. En dat zal wel een tijdje duren voordat ik het uit heb, als je me steeds blijft storen. Ja, ik zou ook wel eens willen lezen, maar ik ken niet lezen. Ah. Is het een vies boek? Het is nogal gewaagd geschreven, ja. Wil je het voorlezen, vader? Nee, ik ben een overhemd aan het streken. Mijn moeder was me ook altijd voor in de Bijbel. Uit wat? In de Bijbel. Je bedoelt de Bijbel? Ja, dat zei ik toch? Nee, je zegt de Bijbel. Dat is heel wat anders. Hoezo? De Bijbel. Als je, in de Singel woont, aan een groot huis, en je kan aan de achterkant de voorbel niet horen, dan maak je een draadje en dan maak je een achterbel, een extra bel, en dat is dan een Bijbel. Nee, dat is dan een achterbel. Je zit toch achter? Dat is een extra bel voor de voorbel. En dat is die bijbel. Is het nou een achterbel, een voorbel of een bijbel? Het is... Ik word niet goed. Ik heb allemaal rode vlekken voor mijn ogen en ik hoor bellen. Nou, jullie zeggen ook alle dingen verkeerd die wij dan zeggen. Oké. Roets, waar gaat het over? Dat gaat over jongens zoals jij, die slaven, die veroordeeld zijn tot slavenwerk. Zakkenrollers. Wat hebben zakkenrollers daarmee te maken? Dat zijn jongens die in Amerika slavenwerk moeten doen. Kunta Kinte, heb je dat wel eens van gehoord? Jouw voorouders die op de katoenvelden moeten werken. Mijn voorouders komen uit Suriname, man. Dan werk je in de katoenvelden, dan hebben we koffie. We hebben hier ook koffie in bakken. Wat heeft dat er nog mee te maken? En het waren slaven die zich de berens moesten werken in de gloeiend hete zon voor een handje voorreis. Net als bij de Romeinen. Wat hebben ze hier nou mee te maken? Nee, Romeinen die hadden ook slaven om te roeien. 10 punten voor het Almerehaventeam. Fantastisch. Natuurlijk, de Romeinen hadden ook slaven. Galeislaven. Ja, maar die waren niet zwart. Het waren witte. Ja, dat heb ik gezien in de films. Romeinse films, daar ging ik altijd naartoe. Daar zaten altijd slaven in en zo. Hele mooie films. En Kurt Douglas zat er ook in. En, wie? Kurt Douglas. En een bodybuilder. Dat was in Jason en de Gulden Vis. Ja. Je bedoelt Jason en het Gulden Vlies? Dat heet niet... Wat zegt hij nou? Wat is dat, een Gulden Vlies dan? Dat is met van die... Met... Alsjeblieft. En dan had je nou Jason en de astronauten. Nee, dat is Jason en de Argentijnen. Maar die heb je nu ook op video. Jullie zijn in de vat. Dat is Jason en de Argonauten. Dat is een cowboyfilm met Kirk Douglas en een neger. En aan het einde krijgen ze een duel op leven en dood. En dan schiet Kirk Douglas die neger midden in zijn Argonaut. Omdat hij nootjes rustig zijn. Alsjeblieft. Helemaal. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat? Die Romeinen dat die al pistool hadden. Nee, daar heb ik ook nooit van gehoord. Maar mijn schoonzuster in Almere Haven. Ben jij aan het lezen, Faber? Begin je ook al? Dit is een heel interessant boek. Freud, psychologie over het onderbewuste en hoe je menselijk gedrag kunt verklaren. Nou, lees het er dan gauw uit. Zo. Dan begrijp je tenminste waarom ik je in elkaar trim als je me niet rustig laat lezen. Staan blijven. Zo, blijf staan. Bedoelt u mij? Ja, jij. Dat verroer je niet. Jij bent bij de dokter geweest? Hij heeft mijn luier verschoond. De dokter heeft anders een ernstig vermoeden dat jij tijdens een van zijn spitaanvallen een potje pillen hebt achterover gedrukt. Luister, zie je, zoiets zal je mij niet zien doen, hè? Oh nee, dat zullen we zien. Zo, ben je rustig alsjeblieft, dan wordt hij gelezen.
Nee, niks. Kom toch maar even mee. Luister, Horacie, ik ben onschuldig. Ik heb mijn rechten. U bent in overtreding. Ik zal jou eens laten zien wat een overtreding is. Ik neem je mee en ik trek al je kleren van je lijf. Oh, daar staat een heel hoofdstuk over in dit boek. Die snoeken, die stilt ook echt alles. Wat heeft zo'n mannen toch aan die pilletjes? Pilletjes? Drugs, meneer Van Raamsdonk. Keiharde drugs, geen aspirintjes. Er is hier altijd nog iemand die een knock-out wil hebben of een kick-up. Nou, aan mijn lijf geen polonaise. Dan krijgen ze bij mij niet naar binnen. Maar ze leven niet. Hey, hallo, vader. Ben jij er ook? Ja, het spijt me, ik woon hier. Zeg, ik heb het middageten vandaag helemaal alleen gemaakt. Hoe vond je het? Zo, daar word ik van op. Die pap die we nakrijgen, wat was dat? Griesmeelpap. Is dat nou griesmeelpap? Zou je de man een extra portie voor me mee willen nemen? Ja hoor, dat zal wel kunnen, denk ik. Vond je het lekker? Mijn solo moet er gelijk worden. Ah, je krijgt mij heus niet op de kast, hoor. Zeg, wat hoor ik? Heeft Michel Snoek gepakt? Ja. Hij verdenkt Snoek ervan dat hij pillen heeft gejat bij de gevangenisdokter. Oh. Maar Michels heeft niks gevonden, natuurlijk. Die had Snoek al lang gedumpt. Precies, maar waar? Maar waar? Dat zou ik wel eens willen weten. Hoezo? Nou, die pillen zou je maar onder je kussen vinden. Dat is toch een aardige meevaller, ja. Je weet niet eens wat voor soort pillen het zijn. Maakt niet uit. Drugs is drugs. Kun je altijd verkopen. Jij zou die pillen verkopen? Je zou de concurrent willen worden van Jack de Norman? Oh ja, dat is misschien niet zo verstandig, hè? Nou ja, dan slik ik ze zelf. Ja. Ben jij naar de drugs? Nee, god, krijgen we die vooroordelen weer, zeg, van jouw generatie. Wat de boer niet kent, dat snuift hij niet, hè? Het is allemaal angst. Jullie zijn bang uit onwetendheid. Mijn generatie weet waar ze over praat. Mijn generatie zegt, wij hebben dat niet nodig, die troep, om gelukkig te zijn. Dat staat onomstotelijk vast. Daar heb je trouwens ook pillen voor. Waarvoor? Voor als het onomstotelijk vast zit. Zeg, u bent zeker als kind veel geslagen. Meneer Norman. Hallo. Dank je, Beuken. Ja, dat kan weg. Was de griesmeel niet lekker? Oh, was het griesmeel? Nee. Neem maar mee, Beuken. Snoek. Mandarijntjes. Lekker. Die zie je niet vaak. Snoek. Ja, meneer? Wat moest jij daarnet met Michels? Hebben we gefouilleerd, meneer? Waarvoor? Luister, hoor, als hij... Ik zou het echt niet weten, meneer. Hij zal toch wel een reden gehad hebben? Ja, hij dacht dat ik pillen had gejat van de dokter. Was dat zo? Natuurlijk niet, meneer. Gevaarlijk spul, Snoek. Heel gevaarlijk spul. Drugs. Kan heel gevaarlijk aflopen. Raken mensen aan verslaafd. Heb ik vaak zien gebeuren. Oh, ja. Dat is de reden waarom ik nooit pillen zal stelen. Ja. Dat is toch veel te gevaarlijk? Je haalt me de woorden uit de mond. Het spijt me, meneer de Norman, maar ik heb echt niks gestolen. Ik heb echt niks gedaan. Ach, jij bent een geboren dief, Snoek. Eerlijk, ik heb alleen maar mijn verband laten verschonen. Ach, en hoe is het nou met je arm? Oh, dat gaat de goede kant uit. Wat was dat? Dat is die nieuwe uit cel 8. Die is na jouw griesmeelpudding in hongerstaking gegaan. Dit was echt, vader. Ik kreeg er rillingen van. Dat is een van jouw verslaafde vrienden die je zit om op te kikkeren. Het heet afkikken. Oh, ik dacht dat je ervan opkikkerde. Waar ben je nou eigenlijk bang voor? Dat is allemaal onwetendheid. Onwetendheid? Ik weet heus wel wat het betekent om verslaafd. Ik heb genoeg jongens meegemaakt die verslaafd waren aan de morfine in de oorlog.
toen ik onder een wapen lag. Ja. Ik lag onder een... Ja, ik lag onder een wapen. Zeker omdat jullie geen dekens hadden. Ja. En dan kregen jullie morfine. Dat zal wel. Ja, wij kregen morfine als we een schotwond hadden van de pijn. Oh ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Waarom altijd? Jullie moeten, toen jouw vader en moeder lagen te rommelen in het schuurtje om jou te verwekken, wat alleen in de lengte geslaagd is, toen lag ik daar. In de hete jungle, in de bloedhete jungle, lag ik te vechten, gaf ik mijn leven, vocht ik voor koningin en vaderland, waar het gevaar op de loer lag. Dat heb ik meegemaakt. En jij vertelt altijd dat je in Indonesië in de keuken stond. Ja, nee. Dat was in Lombok. Lombok, dat heb ik verteld. Maar Lombok is toch helemaal nooit gevochten? Wel in mijn keuken! Daar word ik gek van. Daar is verschrikt door die Maleiërs. Die vochten. Het gaat het ook niet over. Het gaat over toen ik daar in het hospitaal lag met een open, verschrikkelijke open vleesmond, beenmond. Oh ja, dat had je verteld. 4 dagen voor een ingegroeide teennagel, ja. Het is door jullie generatie is geboren om de heldhaftige verrichtingen die wij in de oorlog presteerden te kleineren. Daar gaat het alleen maar om. Maar ik heb alles meegemaakt in de oorlog. Alles. Nou, zo'n gil, anders niet. Ja, de hele nacht hoorde ik niet anders. Alleen maar gillen. Dat ging de hele nacht door. Ja, dat is je eigen schuld. Dat kwam omdat je de zusters niet met rust liet. Hey, Jack. Wat gezellig. Dag, meneer Norman. Hoe is het? Tot kijk. Oh, ijsje kopen? Ja, jongen, dat op. Oh. Fijn dat je er bent, Jack. Je ziet er goed uit. Ik heb net een klein gesprekje gehad met Snoek. Dat hoorde ik zoiets. Ja, hij heeft pillen gesnaaid van de dokter. Het is niet waar. Ja. Geboren dief. Geboren dief. Neus van zijn moeder, ogen van zijn vader, juwelen van zijn tante. Michels heeft hem gefouilleerd, maar niks gevonden. Nee. En hij beweert dat hij ze gewoon over zijn schouder heeft weggegooid. Nee. In de recreatiezaal waar op dat moment 2 gevangenen waren. Ja, nee, ja, Van Raamsdonk en ik. Juist. Kijk, Van Raamsdonk zou het niet durven. Die wil geen rotzooi, dat is een intellectueel. Wat zou die niet durven, Jack? De situatie misbruiken. Ik bedoel, welke situatie? Ga eens even zitten, Faber. Ik is... Ja, oh, kom, dank, kom, kom. Dank je. Kijk. Ik zit met een probleem. Aha. Die pillen moeten zo snel mogelijk terug naar de rechtmatige eigenaar. En dat ben jij? Nee, dat is de dokter. Jij wilt ze zelf niet. Ik wist niet dat jij er net zo over dacht als ik. Dat je een hekel hebt aan de drugs. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar dit soort kruimeldiefstallen kan een schadelijk effect hebben op mijn pillencircuit. Dat wist ik niet. Nee, dat weet niemand en dat wil ik ook maar liever zo houden. Kijk, als die pillen niet binnen de kortst mogelijke tijd boven water komen, vraagt Michels aan de dokter of hij een lijst wil maken van alles wat hij mist. Als hij dat doet, dan zal hij ontdekken dat er nog veel meer pillen ontbreken. Maar kun je die pillen dan niet aanzuiveren met je eigen voorraad? Ik heb geen voorraad. Ik spaar geen pillen. Ik deel ze. Dat is een probleem. Ja, ja, ja. En wij hebben precies 1 uur om dat probleem op te lossen. Wij? In het komende uur is de dokter namelijk in een van de bijgebouwen om zich te buigen over de steenpuist van mevrouw Tumbruggekaart. Pasjes. Ja. Jack, luister. Ik zweer je. Ik durf te zweren bij het graf van mijn oude lieve vader. Die nog ineens dood is. Ik weet niks van die pillen. Oké. Maar jij bent wel een van de weinigen hier die aan nieuwe kan komen. Boah. Ja, doet er niet toe wat. Aspirine, tegen de allergie, tegen de aanbijen. Je zoekt maar iets. Ik zal mijn best doen, meer kan ik niet doen. Daar ga ik vanuit. Oh, en mocht je een paar pijnstillers tegenkomen, neem ze dan mee voor Snoek. Voor Snoek? Hij heeft nogal last van zijn arm. Oh. Oh.
En wat was het allemaal? Alsjeblieft, even niet, even niet. Ik zit zo in de put. Ik moet weer wat opknappen. Ik moet een klus op gaan knappen voor meneer Jack de Noorman. En waarom? Ik moet proberen de pillen te vervangen die Snoek heeft gejat uit de apotheek van onze gevangenisdokter. Maar waar zijn die pillen dan? De pillen van Snoek zijn zoek. Hé, hey, de Bruggekater. Ter Ebbe. Die heeft pillen genoeg. Hoe bedoel je? De Bruggekater, jongen, die slikt alles wat los en vast zit. Voor zijn zenuwen en voor zijn maag, noem maar op. Hij schijnt dat hij zelfs de pillen van zijn vrouw slikt. Daar wordt hij niet zwanger. Nee, maar wacht even. Zijn vrouw die ligt momenteel plat. Is die dan wel zwaar? Nee, die heeft last van een steenpuist. En die wordt momenteel onderzocht door onze dokter. Daarom hebben wij maar 50 minuten. Wij? Je bent toch mijn celmaat? Ja, ik ben je celmaat. Ja, ik ben je celmaat en ik ben je vriend. En ik neem ook aan dat jij mijn vriend bent. Natuurlijk, dus je gaat me zoeken. Ik wil je ook graag helpen zoeken, maar ja. Wat, nou ja, je hebt mezelf gezegd dat ik van de drugs af moest blijven. Wil jij van mijn eentje met een losse vijf? Wat? Wat zie je daar? Een opgeheven arm. Wat zien we nu? Waar dan? Daar. Waar nou? Oh, dit! Dat is stress. Die stress, gestrest, die arm. Dat is verschrikkelijk. Dat komt, ik heb een verschrikkelijk gebrek aan vitamine. Heeft u daar misschien iets voor pillen? Ja, ik heb zenuwpillen. Ach, u komt toch als geroepen. Ja, maar ik heb ze niet bij me. Ze zijn op recept. Zijn milde beta-blokkers die mij helpen omgaan met de ramp in het leven. Ja, over rampen gesproken, hoe is met uw vrouw? Niet zo best. Je weet, het is geen makkelijke, hè? Maar sinds ze problemen heeft met zitten... Wij vroegen ons al af waar die zat. Wat? Die steenpuist. Hoe weten jullie dat mijn vrouw een steenpuist heeft? Hoe weet... Ja, nou, dat is toch uitgelekt? Ik hoop dat die trekzalf helpt. Trekzalf? Dan moet u die grismeelpap van Wiebop smeren. Ik zou wel eens willen zien wat jullie ervan bakken, hoor. Overal is mee. Die steenpuist, dat is toch de oorzakelijk gebrek aan vitamine? Ja, ja. Nee, hoor. Steenpuist heeft te maken met de zuiverheid van bloed. Als ik medisch advies nodig heb, dan ren ik zo hapoepartaan. Ren ik naar het Rode Kruis, begrijp? Vrouw, ja, spreek u maar. Ik ben zelf een grote voorstander van de vitaminepillen. Hm. Ik slik ze dagelijks. Aha. Daarom is mijn huid zo gaaf. Ja, ik zou ze ook moeten gebruiken. Heeft u misschien iets bij u voor de stress? Alleen voor de stress of kijk, want door die stress krijg ik natuurlijk ook weer maag. Nee, maar ik kan morgen wel iets voor jou meebrengen. Dat is te laat. Het is nooit te laat om aan je gezondheid te denken. Kijk, weet u hoe het in elkaar zit? Ik krijg stress. Na die stress komt dat komt door vitaminegebrek natuurlijk. Ja. Want ik denk, je zegt natuurlijk die technische dat ik heb geen vitamine. Je zegt, plotseling komt die maag. Dan door die maag krijg ik weer... Heb jij ook last van je maag? Nee, maar daar heb ik wel wat tegen. Zeg, heb jij ergens een beker? Geef je dat er... Moest je kijken, ze je dat ram je nog niet bij een olifant naar binnen. Die groot. Nee, ik word al wat groot. Ik word al beroerd van een tumtummetje. Wordt van een tumtummetje? Och, wordt u niet beroerd van een tumtummetje? Kijk, weet je wat ik krijg van een tumtummetje? Oost-Duitse de trein in mijn kop. De katank, de slechte geest. Die mag tegen elkaar. Vader, wacht eens even. Jij gaat morgen met mij mee naar de dokter. Dan zal die je wel eens een paar pillen voorschrijven. Kedank. Dat is veel te laat. Daar heb ik niks aan en niet, maar met jou heb ik ook niks. Praat niet meer met jou. Wat krijgen we nou weer? Je praat, waarom praat je niet meer met mij? Praat niet meer met jou. Je zegt vandaag alle dingen twee keer. Wat is nou het? Wat is ons probleem? Ons probleem is dat Jack de Noorman wil dat wij iets oplossen. En wij hebben dat maar in te willigen wat hij van ons eist. Zo niet, dan neemt hij zijn maatregelen, trekt het op zich persoonlijk... en stuurt de beuker om ons in elkaar te rammen. Nou, dan zijn alle problemen opgelost. Hè? Nou, dan zit jij in het ziekenhuis en daar zijn pillen genoeg. Hey, hallo, hier. En hoe gaat het? Niet zo best, ik ben de hele afdeling af geweest. Wat denk je? 1 hoofdpijnpil, een keelpastille en 2 afgekloven zuurtjes. En jij? De E-vleugel geweest waar al die Chinezen zitten. Ik denk, ja, misschien hebben die wat. Nou, hè? Ja, wat ze hebben is een spel om in je voetzolen te prikken. Acupunctuur. Ja. Wat? Psst. Het is Snoek. Vader, kom eens. Oké. Jij durft. Hoezo? Door jou ben ik in de ellende gekomen.
Luister, Sier, ik geef toe dat ik die pillen heb gejat, maar ik heb ze echt niet meer. Nou, in? Ik hoorde dat jij iets zocht om ze te vervangen. Kan je misschien wel wat leveren? Waarom heb je dat niet meteen tegen de Noeman gezegd? Luister, zie je, ik kijk wel uit. Het is heus niet de eerste keer dat ik pillen heb gejat. Wist ik veel dat de Noeman het monopolie heeft? En als hij hoort dat ik mijn eigen handeltje drijf, dan... Wat heb jij dan gepikt? Van alles. Er zijn overal klanten voor. Uppers, downers, speed, peppillen. Je bedoelt dat je nog wat pillen over hebt van je vorige inbraak? Zou kunnen. En je wilt, die geef je dan aan mij en dan geef ik ze aan Jack de Norman. Ja, dat is geen gek idee. Hè? Nee. Zijn we meteen van alle problemen af. Geef me op. Momentje, momentje. Wat? Eerst de voorwaarden bespreken, hè? Welke voorwaarden? Geef je ervoor? Wat bedoel je nou? Eerlijk is eerlijk. Ik zal je matsen. Het is toch niet te geloven? Luister, hoor, zie je, Faber. Snoeg, Faber, zijn leven staat op het spel, hoor. Dat is een hele goede vriend van je. Of ben je alleen maar uit op je eigen voordeel? Ja. Probeer alsjeblieft niet op zijn gevoel te werken, hè? Want dat heeft hij niet. Dat soort ratten verstaat maar één taal. En welke taal is dat dan wel, Faber? Hé, hey, luister, hoor. Wat doe jij in mijn bed? Hier is meer licht. En mijn boek! Wat moet het met mijn boek? Heb ik alleen maar even geleend, zeg. Oh ja? Ja, ja, nou weet ik nog ineens meer waar ik ben. Je wordt bedankt. Trouwens, best een opwindend boek, hoor. Hele mooie passage over die eigenaar van die plantage... die dat jonge slavinnenmeisje achter een hele grote baal met katoen trekt... en dan sleurt hij de blouse open... Nee, nee, nee! Niet verleiden, dat ben ik nog niet! Ja, maak ook een keertje ontspannen. Ik stond vanochtend om 5 uur op, hoor. Jij niet. Om 6 uur stond ik al voor 500 man eieren te bakken. Nou, op zijn rolletje. Dan moet je dat anders doen. Dan moet je er één grote omelet voor maken. Dat is veel makkelijker. Frans, je hebt niet erg je handen uitgestoken om de boel eens een klein beetje woonbaar te maken. Nu zullen we kijken wat een rotzooi. Ik doe het alweer. Wat is dit nou? Wat is dat? Waar komt dat vandaan? Uit de thee. Uit de thee? Oh, wat zit erin? Maak eens open. Wat zit erin? Zijn pillen. Zal ik jou eens wat vertellen? Dat zijn de pillen van Snoek. Die hij weggegooid heeft in de recreatiezaal. Daar durf ik alles op te verwerken. Dat is ook sterk. Loop je uit de sloven, liggen die pillen altijd vlak onder je neus. Opzij, aan de kant. Oh. Michels. Wat doen we? Wat doen we? Wat doen we? Verstoppen. Maar waar dan? Waar? Opeten. Opeten. Wat is er met jullie? Nee, meneer. Ik zie het altijd meteen als jullie iets te verbergen hebben. Wat is het dit keer, Faber? Niks, meneer Michels. Rosebom? Niks, meneer Michels. Geef maar hier. En wat is dit? Wat is wat? Ik herhaal, wat is dit? Een dingetje. Juist, een dingetje waar pillen in worden bewaard. Ja, dat zijn de pillen voor Faber. Maagpijn. Voor mijn zenuwen. Of omgekeerd. Faber, er zijn vanmorgen pillen gestolen uit de ziekenzaal. Ik dacht meteen aan Snoek. En terecht. Maar hij had niets bij zich, Faber. Inmiddels heb ik van de dokter vernomen wat voor pillen het zijn. En ik hoop alleen maar dat de dader ze allemaal heeft opgegeten. Niet uit nieuwsgierigheid, meneer Michels, maar wat zijn het voor pillen? Ze komen uit de eigen voorraad van de dokter. Maar ze zijn niet voor hem. Het zijn laxeerpillen voor zijn Deense dag. Thank you.
We'll be right back.